En zo kom je steeds meer en meer in jouw lichaam door je adem te volgen. Het rijzen en het dalen van je buik. De in- en de uitademing. En kom maar helemaal in jouw innerlijke tempel. En ik neem jullie vandaag mee naar een meditatie. De tempel met de priesteres. Stel je maar voor, je zit in een tuin op een bank en je bent omringd door bloemen. Je kijkt naar de bloemen, hoe het zonlicht hun kleuren helder maakt. Dan sta je op, je loopt naar het tuinhekje en je kijkt naar de wereld buiten de tuin. Je voelt dat deze keer iets anders is dan normaal, alsof het hele gebied op een vreemde manier tot leven is gekomen. Alsof je ogen andere dingen zien dan normaal. Je gaat het tuinhekje uit en je stapt in het landschap buiten de tuin. Het is alsof alles nieuw voor je is. Er zijn veel meer kleuren. Alles is helder. Elke plant heeft een kleur om zich heen. En elke boom lijkt wel te vibreren in het zonlicht. Een dier dat langs je rent, heeft een witte waas om zich heen. Zelfs de stenen op de grond zien er anders uit. Met deze manier van kijken. En dan zie je een boom die je nog nooit eerder hebt gezien. Apart van vorm en apart van kleur. De takken zitten vol lange groene bladeren en witte bloesem. Er speelt een vreemd licht om de boom heen, als een sluier. Het is alsof zelfs de geur van de bloesem een kleur heeft. Alsof zelfs de bladeren een eigen geluid hebben. Je voelt je heel tevreden in deze omgeving. Je voelt je verbonden. En dan loop je verder, langs planten en struiken en over kleine paadjes die je nog nooit hebt gezien. En verrukt over wat je allemaal tegenkomt, dwaal je verder af. Je verliest het besef van tijd. Alles is oké hier. De lucht zelf lijkt zelfs wel tegen jou te praten. Er is een gevoel van eenheid met de natuur om je heen.
En als je nu om je heen kijkt, zie je dat je ver bent afgedwaald van de gebaande paden. Toch ben je in een gebied waar kennelijk ook anderen zijn geweest. Want voor je ligt een paadje van witte stenen dat over een heuveltje verdwijnt. Je volgt dit paadje over de heuvel heen. En dan kom je bij een bos met vogelgeluiden en bloemen. Je loopt er doorheen. Dan kruis je een waterstroompje waarin grote platte stapstenen liggen. Het pad stijgt wat en je ziet voor je een wit gebouwtje. Eigenlijk is het niet meer dan vier pilaren met een dak erop. Het lijkt wel een tempeltje dat aan alle kanten open is voor de lucht en het licht. De pilaren zijn begroeid met boeiende ranken. Je beklimt de paar treetjes om binnen te komen. En op de vloer liggen vierkante, witte en zwarte tegels. En ergens staat een troon. De lucht onder het dak is koel. Je ruikt de bloemen aan de ranken rond de pilaren. En je hoort de bijen eromheen zoemen. Je loopt naar de troon toe, maar voordat je daar bent, komt er een vrouw achter vandaan. Het is de priesteres van de tempel en ze draagt een wit gewaad. De priesteres gaat op de troon zitten en nodigt jou uit dichterbij te komen. Je kijkt in haar ogen. En dan is het alsof er iets gebeurt in jou, alsof er allemaal lichtdeeltjes bij jou naar binnen komen. En al die lichtdeeltjes vinden allemaal ergens in jou een plek. In je buik, je maag, je borstkas, je keel, je hoofd. Je armen, je handen, je benen, je voeten en waar ze maar heen kunnen gaan. Jij wordt gevuld met lichtdeeltjes. En je gaat daar bij die troon zitten en je sluit even je ogen om deze lichtdeeltjes te volgen in je lichaam. Het voelt alsof er steeds meer kleine lichtexplosies zijn die je steeds meer opvullen met licht. Volg de lichtdeeltjes maar. En na een tijdje begint de vrouw te praten. Ze heeft een boodschap of meerdere boodschappen voor jou. Ga het gesprek maar aan.
Luister maar naar haar. En laat je de boodschap van de priesteres tot je doordringen. Je bent je weer bewust dat je voor de troon zit en je lichaam allemaal kleine lichtexplosies gevuld is. En zo blijf je even in het licht. Je hoeft helemaal niets. Je hoeft alleen maar de boodschap in je op te laten werken.
En dan zegt de priesteres dat het tijd is om naar huis te gaan. Jullie nemen afscheid en je verlaat de tempel. Je loopt rustig het trapje af en terug over het pad met de witte stenen. Over het waterstroompje kom je weer bij het bos. Door het bos, over de heuvel. En dan zie je verderop in het landschap jouw tuinhekje. En dan loop je door het tuinhekje je eigen tuin en wereld weer binnen. En dan ben je weer waar de reis begon. In je eigen lichaam, in de ruimte waarin jij ligt. Voel je weer jouw lichaam dat contact maakt met de grond onder je. Voel je rechtervoet. Voel je linkervoet. Voel beide voeten samen. Voel je rechterbeen. Voel je linkerbeen. Voel beide benen samen. Voel je rechterhand. Voel je linkerhand. Voel beide handen samen. Voel je rechterarm. Voel je linkerarm. Voel beide armen samen. Voel je romp. Je rug. De voorkant, voel je hoofd en je gezicht en voel nu je hele lichaam, je hele lichaam. En als jij eraan toe bent, maak je heel langzaam je lichaam wakker door je tenen te bewegen. Je vingers, je voeten, je handen. En als jij eraan toe bent, kom je weer heel rustig zitten in de ruimte waarin je bent.